Yo guys, Glitch hier met vandaag een nieuwe video. En vandaag is weer terug Minecraft Survival Season 2. En vandaag is het wel een speciaal aflevering, keer iets anders, want vandaag gaan we onze eigen shop maken. Yes, yes, deze boy gaat fucking dikke monies verdienen. Want zoals jullie zien ben ik volop bezig in de bijenindustrie. Dus dit zijn eigenlijk allemaal kooien voor honeybottles. Deze vier hadden we denk ik de vorige aflevering gemaakt, maar ik heb er ondertussen 12 bijgebouwd. Nu, alleen in deze vier zitten er nog geen bijen. Dus dat moet nog komen. Ik kan nog wat bijen moeten paren. Maar deze beehives zitten wel momenteel bijna vol. Dus die gaan er binnenkort wel bij komen. Ja. Maar goed, om een shop te kunnen bouwen hebben we bijzondere materialen nodig. We hebben oak logs nodig, spruce logs, glowstone, honeycombs en honeycomb blocks. Maar goed, ik ga nu eventjes vliegen naar het shopping district. En ook nog een kleine waarschuwing. Deze aflevering zal met bijzonder slechte moppen zitten. Oh, dat is echt grappig. Sorry. Maar goed, we komen hier aan in het shopping district. En zoals je ziet, is hier heel veel extra dingen gebouwd. Dit moet een treinstation worden. Dit is, I don't know what this is, to be honest. Ik denk het, de shop is van de Zeppels. Hello, what are you? Toekomstige Zeppels shop. Ja, er staat inderdaad nog niet zoveel in zijn winkel. Maar goed, ik had hier mijn cirkel gebouwd. Hier wou ik mijn shop plaatsen, maar het leek mij toch niet zo'n goede plek. En ik achteraf nog eens gekeken op de Dynamap. En toen zag dit spotje er mij wel iets beter uit. Dus ik denk gewoon dat ik deze spot ga pakken. Want nu heb ik gezegd dat mijn shop daar gaat zijn. Maar ik vind het iets te krap en ik wil toch wel dat mijn build tot zijn recht komt. En tenslotte zat ik hier ook nog door een andere shop, dus... Dan moet de shop van Wiebe ook weer geen zorgen maken dat er een of andere, ja, gletsjer shop ertussen komt. Meer, 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 meer. We gaan hier onze shop bouwen. Ik ga eerst wel deze zanddingies weghalen. Ik zal de torches wel terugzetten, geen stress. Voilà, sorry boys. Oké. Dat is ook nog eens wat gratis zand. Oké. Ik ga ook eerst even deze motherfuckers doden. Voilà. Niemand heeft die toch nodig. Goed. We gaan hier onze shop bouwen. Hij gaat wel een beetje overlappen in het water. Maar dat maakt niet zoveel uit, denk ik. Ik kan gelijk de juiste blokken voor gebruiken. Dus het is de bedoeling dat hele omheining wel in spruce woods gaan zijn. Ik weet niet dat deze genoeg spruce woods gaat zijn. Hopelijk wel. Maar we zullen zien. Dus ik heb een simpel, redelijk simpel design in gedachten. Dus een niet al te speciale cirkel. Voilà. Dan doen we dat zo eventjes rond. Oké. Ja, dat klopt. Oké, ja, deze komt wel mooi uit. Jazeker, ja. Oké, dus dit wordt de grootte van mijn shop. En dat is prachtig. Goed, ik ga nu in een timelapse eventjes alles bouwen. En hier en daar zeg ik iets dus. Dus ja, meer heb ik niet te zeggen. Geniet van de timelapse. Yo, editende Gletscher hier. Gletscher die edit. Zoals je ziet is deze niet echt een timelapse dat het moet zijn. Normaal gezien moest dat een schone replay timelapse zijn. Met zo'n beeld vanuit de lucht. Super prachtig. Ja, heb ik het eigenlijk toch wel een beetje opgefuckt, zeker. Ik zag zo'n bestand staan. Ik dacht, dat is niet belangrijk. Ja, het bleek dus wel vrij belangrijk te zijn. Want ik opende mijn replay mod file en er was letterlijk niks. Dus ja, ik kan daar eigenlijk maar één ding op zeggen. Fouten kunnen gebeuren. Fouten leren we uit. En voor de rest, fouten zijn, c'est la vie. Goed, ik ben klaar met de buitenkant en ik zal nu laten zien wat ik eigenlijk van plan was met de echte buitenkant. Want ik was nog iets extra van plan. Wat ik van plan was, het zag er mijn leer redelijk sick uit. Dus ik wou eigenlijk heel de buitenkant volzetten met deze monen. Oeh, yeah. Nu het probleem is, ik ga echt niet genoeg trapdoors hebben. Maar goed, we zullen eens kijken. Want ja, ik kan natuurlijk niet al elke kant doen. Maar ik kan zeg maar wel gewoon alles in deze richting doen. En dan moet het er als een soort van barrel uitzien. Dat is de bedoeling. Ik heb dus even al de voorkant gedaan. En zo zal heel
de uit-buitenkant eruit moeten zien. En hiernaast is van plan om een paar random extra oak blocks toe te voegen. Maar zoals je ziet, ik heb al lang niet genoeg hout. Dus ik ga even hout pakken uit Stijn, zijn shop. I'm sorry, my man. Maar Stijn werkt voor mij, dus ik ga gewoon straks zeggen tegen Stijn dat ik dat straks wel terug zal aanvullen. Goed, nu gewoon hopen dat dit wel meer dan genoeg hout gaat zijn. Allee, laat het zo zijn dat meer dan genoeg... Ja, wacht, ik zit weer met fucking veel junk. Oké. Zo, we zullen niet zien, hè. Gaat deze genoeg zijn? Let's hope so. Goed, ik ga mijn build voortzetten. Let's go. Hey, welkom bij een nieuw timelapse. Ik wou toch nog iets zeggen, want alleen een timelapse met zo'n scuf beeld is helemaal niet de bedoeling. Dus daarom zing ik er maar cringe onder. Ik vul mijn video op een lame manier. Dat vond ik... Ja, sorry. Moet in de flow blijven. Wanneer haal ik nu eindelijk 500 subs? 500 subs. 500 subs. Ja, ze moeten niet achter zagen. Komt wel vanzelf. Fucking hell, ze waren een helft. Ik moet nog een minuut voortzingen, shit. Yo guys, Ledge hier. Welkom bij een nieuwe video. Ik heb spijt dat ik een idee had om eronder te zingen. Wanneer stopt dit? Maak de timelapse korter. Nee, want ik ben niet leem. Ik ben helemaal niet leem. Ik zing dit uit tot het einde. Ik schaam me nu al heel hard. Ik heb de natte planten water gegeven. Dat maakt niks uit, maar ik zeg het toch. Binnenkort een videoclip. Binnenkort een videoclip. Clip, clip, clip. Dan sta ik op Rockwerchter. En Tomorrowland, en Tomorrowland. Is nog altijd niet gedaan. Is er eerst nog niet gedaan. Wanneer is het nou gedaan? Stop er nou mee. Het duurt echt wel. Just stop, please. Just stop. Ah, yes, dankjewel. Yeah, boy. De zon zat weer in mijn ogen, dus daarmee dat ik even dingetje omlaag heb getrokken. Maar we gaan nu hier de vloer eens aanpassen. En ik zal u zo laten zien wat ik in gedachten had voor de vloer. Natuurlijk heb je, ja, dat was ik wel... Ja, oké. Okay. Maakt niet zoveel uit, I guess. Zo. Oeh, ik heb wel bijna... Ik heb trouwens een Silk Touch shovel, ermee ik gewoon alles krijg. zo of zo. Oké. Voilà. En dan gooi ik deze vier deurblokjes gewoon weg. Ah ja, en die seed krijgt de zee... Ah ja, en deze ook. Voilà, dat is allemaal van de zee. En welke blokken hier ik nu precies zou plaatsen, dat zijn de deze. Die wou ik als vloer gaan gebruiken. Oeh, yeah. Ik heb trouwens even mijn ding recording stopgezet van replay mod. Want ik hou de rest wel even geen replay... Oh,
En dan zijn we bijna klaar. Ik weet nu niet dat het echt de meest mooie vloer is. Maar oh mijn god, ik kan zelfs niet toekomen, denk ik. Nee, holy fuck. Oké, hoeveel blokjes heb ik nog nodig? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Pakt, ik kan nog 32 blokjes, denk ik, er maar 26 zijn. Misschien heb ik gewoon 26 blokjes halen, we zien wel. Oké, we zitten hier bij de honeycomb machine. We pakken nog 2 extra stacks. Voilà. Dan doen we dat zo en zo. Het gaat misschien net iets te veel zijn, maar dat maakt niet uit. Ik verzin wel iets om die andere blokjes mee op te vullen. Kun je er eigenlijk iets van maken? Nee, oké, nee. Ding, als het een honeycomb is, dat dan ook voor eeuwig honeycomb blijft. Dit is ook echt zoiets. Hierdoor kun je zo zien dat je in de goede richting aan het vliegen bent. Het is wel fucking handig. Dat is een world spawn trouwens. Maar nee, goed, ik weet trouwens ook niet van wie die piramide is. Maar voor de rest begint de shop er wel al leuk uit te zien. In het geheel met de andere shops. Ik moet nog een naam verzinnen. Natuurlijk wou ik dat doen rond mijn bij Jezus Christophe. Want voor de mensen die niet weten. Mijn allereerste bij heette Jezus Christophe. Maar die is helaas dood gegaan. Ik had inderdaad maar 26 blokjes nodig. Maakt niet uit. De vloer ziet er wel nog fucking nice. Het ziet er nog wel cool uit, to be honest. Dan moeten we op de plafond zijn. Ik zal eventjes uitleggen wat de bedoeling is. Voilà. Ik heb trouwens nog 25 van deze. En het is misschien een mooi detail. Als we dat laten doorlopen tot... Ja. Het zijn toch deze details die het doen, vind ik. Voilà. Aight. Oké, pretty nice. Ah nee, wacht. Deze is verkeerd. Deze moet zo. Oké, epic. Maar wat mij wel een cool idee leek, was om hier zo honing uit te laten lopen. En dat wou ik doen met de honeyblocks. Ik wou eerst honeyblocks als de vloer gebruiken, maar als je erover loopt, zie je het, dat gaat super traag. Ik heb trouwens een achievement ervoor gekregen. Nice. We zullen niet zien. We gaan eens even naar boven bouwen. Voilà. Oké. Dus, waar wou ik precies alle honeyblocks? Dus ik ga niet helemaal rond doen. Oké, dat is bijna erin gevallen. Dus het was de bedoeling dat ze zo een beetje ging. Amai. Oké, het is echt wel niet zo super stevig. Ik had trouwens meer hout nodig hebben. Dus sorry Stijn, ik kan nog wat meer uit de shop pakken. But ik ga het allemaal terugsteken. Goed, zou ik het hier ook nog doen? Goh ja, waarom niet, I guess. Oké, er is een honeyblok naar beneden gevallen, dat maakt niet uit. Natuurlijk, hoe minder honeyblocks we hier kunnen gebruiken, des te beter natuurlijk. Want deze blokken zijn nogal vrij duur om te maken eigenlijk. Dus ergens is het low-key wel een verspilling om ze te gebruiken. Maar ik vind het toch belangrijk dat de shop er een beetje deftig uitziet. Zo. Ja, oké. En dan gaat de honing er langs voor een beetje uitlopen. Voilà. Dan maken we ons torentje van zand kapot. En dan bouwen we een nieuwe toren. Want we gaan hier op de top verder bouwen. Dus ik wou het hier zo'n beetje laten uitlopen. Dus dan kunnen we deze wel al zo een beetje doen. Voilà. 1, 2, 3. Zo eens zien. Oké. Dan verander ik deze ook nog. Oh. Ja, dat was dus niet de bedoeling. Oké. Dus. Waar waren we gebleven? Hier waren we dus gebleven. Dus dat was eigenlijk mijn plan om dat zo een beetje te doen, I guess. Het ziet er wel nice uit, alleen. Dat ziet er dan weer wat minder uit of zo. Zo. Misschien ziet het er zo nog wel leuk uit. Ja, maar ik ga. Oké, nee, wacht. Die ene blok dat ik juist had weggehaald, laat ik er wel terug staan. Zo. En ik ga een paar van deze ook gewoon nog een beetje opvullen.
Voilà. Voilà. Oké, zo ziet het er wel low-key leuk uit. Wat kan je dit een beetje verwijderen? Ja, nee, ça va. Misschien dat ik het nog een beetje aanpas in de toekomst. Maar ik denk dat het wel duidelijk is wat deze moet voorstellen. Goed, dus dan moeten we nu eventjes terug op het dak zijn. Zo, want ik zal even laten zien wat ik eigenlijk van plan was. Dus ik heb hier een hele hoop slabs. Dus ik wou eigenlijk dit doen. Zo, oké, ik kan erop. Mooi. Ik wou eigenlijk dit als een soort van deksel maken. Natuurlijk dat deksel... als je op die slab staat, blijft dat hetzelfde. Oké, dat is wel interessant. Oké. En dan doen we dit zo dicht. Voilà. En dan doen we de voorkant zo nog eventjes meer wat mooier. Voilà, perfect. Oké. En dan laat ik dat hier zo dadelijk afbouwen. En dan moet het uiteindelijk gewoon nog zo daar mooi vlak worden. Als je snapt wat ik bedoel. Dus we zullen zo eens zien. Het heeft wel nog van die trapdoors nodig, vind ik wel. Ja, ik kan nog wat trapdoors toevoegen. Kijk, ik kan niet zeggen dat het de mooiste chop is ooit. Maar het is ook niet super lelijk of zo als je het mij vraagt. I tried my best. En het is iets origineel. Het is ook wel duidelijk wat het moet voorstellen. Het moet gewoon zo een barrel vol met honing voorstellen. Zo. Nee. Nee, die jump ga ik niet halen. Zo. Zo. Oké, ik haal hem wel. Oh, ja. Oh. Beam, tot zover de fucking shop. Ik ben nog niet volledig overtuigd, maar ik denk dat het wel duidelijk is wat het moet gaan voorstellen. Maar ik ga deze video wel afsluiten. Dus vonden jullie deze video leuk? Was het een blauw rampje omhoog? Abonneer de volgende keer en de volgende keer verder in Minecraft Survival Seizoen 2. En ik zeg ciao.